nu partij moet kiezen voor of tegen Fons Ruiter, dan weet ik precies wat ik moet doen. Ik zou de hele wereld met jou willen rondreizen. Als dan toch alle grenzen wegvallen, dan kan het zo'n probleem niet meer zijn. Nou, we zullen eens heen gaan. Naar een ver en warm land. Goed. Je moet me nog één keer helpen. Waarmee? Dat kan ik je nu nog niet zeggen. Ik heb je nog één keer nodig. Afgesproken? Afgesproken. Nou, dan moet ik nu maar centjes gaan verdienen. Zodat we onze dromen kunnen kopen. Een beetje frisse lucht kan hier geen kwaad. Eindelijk kunnen we u dan eens spreken, meneer Ruiter. Wij hebben grote moeite gedaan u te bereiken. We hadden het net nog over u, meneer Ruiter. Ja, iedereen is op zoek naar je. De douane, Belgische Rijkswacht, Milou. Ik werk niet graag voor jullie. Maar waarom nou toch niet? Daar ben ik niet lelijk genoeg voor. En we hebben nog wel zo'n aanlokkelijk aanbod. Ik heb geen keus. U heeft geen hoge dunk van ons. Maar wij wel van u. Laten we zakelijk zijn. Goed. Ik wil uitbetaald worden in dollars. 50% nu en 50% bij aflevering. Had je nou niet even kunnen bellen? Ik heb hier constant in de zorg gezeten. Je behandelt me als de eerste beste slet. Hier een beetje de zwarte ruiter uithangen. En als het zo uitkomt, dan verdwijn je. Denk je dat ik geen gevoel heb? En ik een beetje daar op het douanekantoor gaan zitten liegen dat je de hele nacht bij mij bent geweest. Als mijn leven je niet bevalt, dan donder ik hierop. Wil je hier dan weg? Zo gezellig is het hier niet. 10 jaar lang je natje en je droogje en nou ineens de benen nemen. Die paar uur in de week dat we elkaar zien, maken we alleen maar ruzie. Maar we hebben toch zoveel van elkaar gehouden? Dat wel, ja. Maar het is niet goed voor een man om zijn leven te slijten in een hoerenkot. Waar haal je nou die onzin vandaan? Zeker bij je vriend deze man! Je vindt me zeker niet lekker meer. Nou, vroeger anders wel. Toen kon je niet genoeg van me krijgen. Ik heb niet genoeg van Milou. Ik heb genoeg van Shay Milou. Als je dat opgeeft, zou ik misschien bij je kunnen blijven. Maar nu niet. Hoe kan ik dat nou opgeven? Ik ken geen ander vak. Door die verdomde oorlog ben ik madame geworden. En daar was jij bij en daar heb je ook goed van geleefd. Ja, dat was zo. Maar het blijft niet zo, Milou.
tent weg of ik weg. Dat is niet mooi. Werken op een feestdag. Ik ga rijden op mijn grootste verzet. En tegen het einde ga ik aan de kop. Als gij dan in mijn wiel blijft, kunnen de sprint niet verliezen. Ja, dat is waar. Floor is de rapste van allemaal. Ja, maar met de tong is Wies toch grappig, hè? Ja, hoewel hij niet rap een rondje weggeeft. Ja, dat komt omdat jij mij altijd voor bent. Jij bent de rapste cafébaas in het geven van rondjes. Oh. Dames en heren, het is voor mij een grote eer en ook voor ons hele douanekorps dat ik gevraagd ben als voorzitter van de jury. Van wielrennen weet ik niks af. Maar dat laat ik aan de wedstrijdcommissaris over. Graag een applausje voor onze wedstrijdcommissaris. Er kan niks gebeuren. Alle smokkelaars doen mee aan de koers. Parcours vrij. Er kan niks gebeuren. Alle smokkelaars doen mee in de koers. En waar is Fons Ruiter? Stop!
God, hoe dikjes moet ik het nog zeggen, dat u, ik ben de opdrachtgever en jullie rijden voor mij. Ik wil er verder niet bij horen. Mijn boot er over de grens gestapen, mijn krijt of gevliegd buiten. Mijn boot er over de grens. Ja, pas wel. Hoi, op, door hè. Ja, ja. Hoi. Ga maar door. Hoi. Waar zijn Wies en Floor? Wies en Floor is er niet bij. We gaan geen peloton. De peloton zijn er nog horen te zien. Peloton die komt weer door. Wies en Floor is er met niet te zien, dames en heren. Ja, dit is. Peloton is nog steeds compleet. Ik denk dat ik ook maar eens een rondje ga maken. Door onze charmante rondemeis Lisa IJzerman. Jij waart weg en gaat op kop moeten blijven. Ik heb geprobeerd voluit te gaan, maar ik had geen maag. Ja. Ik had dikke benen. Daar in de bocht gingen ze over ons heen. Ik heb nog getracht van mee te gaan, maar ik zat met het verkeerde wiel. Lul maar aan, joh. Je hebt gereden als een krant. Zeg eens, jij denkt zeker dat wij allemaal Wim van Est zijn? Hoho, Wim van Est. Waar Wim van Est heeft gescheten, moet jij nog niet ruiken. Ja.
Open. Het is een voorschot. Maar genoeg om onze reis te betalen. De wereld rond? Naar een warm, verre land. Je moet me vertrouwen. Is het gevaarlijk? Ga morgen naar je vader en zeg hem, er liggen wapens op kaai 13 in Antwerpen. Er liggen wapens op kaai 13 in Antwerpen? Ja, dat moet je hem zeggen. En meer niet. En niet voor morgen. En als er iets met me gebeurt, als ik vannacht gepakt word... Met wapens? Dan bewaar je dit geld tot je iets van me hoort. Dan de laatste keer? Voorlopig wel. Ik heb vannacht geen voorreis nodig. En waarom niet, Ruiter? We hebben vandaag de koers al verloren. Ja, we zijn er naar hier gekomen om een beetje geld bij te verdienen. Jullie eigen best wil dat ik jullie er niet bij wil hebben. Dit is de douane. Verdwijnen jullie door de achterdeur. Geeft u over. Je hebt geen kans. Kom naar buiten zonder geweld te gebruiken. We weten dat jij het bent, Ruiter.
De Gio, ik wist niet dat boter zo zwaar kon wegen. Nou, even rusten. Luister. Zijn jullie ook smokkelaars? Ja. Nou, wij niet. Ook niet. Nou, ik neem aan dat je door hebt dat je zwaar de lul bent. Maar waarom had je me mijn gang niet laten gaan, gek? Zodat jij zomaar van je mallenbuskont weg met de wapens blijft draaien? Die wapens waren bij jou terechtgekomen. Had ik voor gezorgd. Maar ik was hiervoor, dus ik heb er zelf voor gezorgd. Je kan niet alles vooruit weten. Nee, dat is waar. Bijvoorbeeld dat jij met mijn dochter omging. Dat wist ik nou maar niet. Oh, zit dat erachter? Ik wil mijn dochter niet zien verpauperen met een pooier. Nee, dan een douaneman met overdreven plichtgevoel. Er zijn belangrijke dingen in het leven dan een witte Cadillac. Ja. Ik laat je dus voorkomen voor wapensmokkel. Dat is geen klein bier, zou de Belgen zeggen. Wat hebben de Belgen dan weer mee te maken? Ik ga er een grote zaak van maken. Getuigen verhoren samen met de Belgen. Een confrontatie? Ik ga de zaak uitspitten. Zodat je hangt, Fons. Zodat je echt hangt. Rinus, Rinus, waar heb ik dat aan te danken? Had je maar met je poten van mijn dochter af moeten blijven. Het is een fijne vent die om mij geeft. Hoe wil hij ooit een nieuw leven met je beginnen? Nu die in de gevangenis zit. Ik hou van hem. En hij is heel lief voor mij. En je kunt nog eens wat met hem beleven. Wat moet jij nu beginnen? Ik wil hem uit de gevangenis halen. Ik denk niet dat ik je verder kan helpen. Ik zal hem voorspraak bieden. Als jij denkt dat die man en jij voor elkaar bestemd zijn, kunnen we alleen maar God bidden. Dat het ook zo zal zijn. En? Heb je het gelezen? Hoe is dat dan mogelijk? Met alle onzin die hij heeft uitgehaald, had ik dit toch niet verwacht. Hij was er toch altijd te slim af. Weet je wat het mooiste is? Dat u vrijt met de dochter van die douanier. Wat? Tje. Dat onderwijzeresje op het internaat. Dat vind jij leuk, hè, vuile zaadslurf? Denk je dat ik dat van jou wil horen? Ik heb altijd gedacht dat je van hem af wou. D-
Er is in mijn leven maar één vent geweest waar ik vanaf wou. En dat was jij. Ik heb je kind gedragen. En dat heeft me een tijdje afhankelijk van je gemaakt. Maar zodra ik kon, heb ik jou en je misselijke manier van doen een grote schop gegeven. Wat heb ik je dan misdaan? Dat je in mijn leven verschenen bent, vuile kleine oplichter, dat heb je me misdaan. En als ik ooit nog zie dat jij je verlustigt in mijn ongeluk, dan zal ik je weten te vinden, ventje. Dus jij moest namens hem komen vertellen waar die wapens in Antwerpen lagen? Ja. Mooi is dat. Maar die wapens zijn nooit in Antwerpen aangekomen. Dat wist jij intussen ook al. Alles hebben je moeder en ik van je over gehad. Niets was te goed voor onze dochter. En dan moest jij zo nodig met die klootzak naar bed. Vader, het is je beste vriend. Het was mijn beste vriend. Ik wil hem in ieder geval nog een keer spreken. Dat lijkt me niet te veel gevraagd. Hij zal je ook wel willen spreken. Nou, dat komt dan goed uit. Je dacht zeker dat het zo makkelijk gaat. Dat zij er was. Dat was voor mij net zo onaangenaam als voor jou. En wie wil jij nou te pakken nemen? Mij, jezelf of je dochter? Ik wil hem pakken. En dan stuur ik het aan op een confrontatie. Een confrontatie? Ja. Samen met de Belgen? Je hebt als een fret achter hem aangezeten. En als hij zo pech had gehad, had je hem nou nog niet. Maar nu heb ik hem. Dan kan hem voorkomen voor wapensmokkel. Nou jij weer. Ruiter heeft nooit iets met wapens te maken willen hebben. Maar hij is er wel mee gepakt. Leg me dat maar eens uit. Het is mijn man. Ik hoef helemaal niks uit te leggen. Je bent een grote klootzak. Een lul. En de streek die je me nou geleverd hebt, die zal ik niet gauw vergeten. Ze heeft wel een beetje gelijk. Wat kunnen we nou voor Ruiter doen?
Maar wat wilt u nu met dat kind, mevrouw? Als alles afgelopen is zoals u zegt, dan is het toch beter hier. Dan heeft het toch geen zin om met dat kind te gaan slepen. Dat kan me niet schelen. Ze is het enige wat ik nog heb. Ik wil het dicht bij me voelen. Maar Roseke is zich hier thuis gaan voelen. Ze doet het heel goed op school. Zal ze wel een goede onderwijzeres gehad hebben? Ik begrijp het heel goed. Maar ik ben het niet eens met wat u wilt. Ah, Roseke, dat is Soeteke. Je mag met mama mee. Maar ik sliep al. Dan kan je toch in de auto verder slapen? Je blijft toch voor altijd hier wonen, hè, Fieleke? Maar natuurlijk, schatje. We zullen goed voor je zorgen. Waar ga je heen, man? Ik ga naar papa, liefje. Zal je braaf zijn als ik weg ben? Fieleke, je moet me iets beloven. Als er iets raars mocht gebeuren, wil jij dan voor Roseke zorgen, zolang als nodig is? Stenak Seinze van de ambulante dienst, tevens opsporingsambtenaren als bedoeld bij artikel 42 van het deviezenbesluit 1945, verklaren op de eed bij de aanvang onze bediening afgelegd bij al de hierna te vermelden verrichtingen voorzien van onze aanstellingen wij op of om 5 augustus 1951 omstreeks 22 uur in een vrachtwagen enkele kilometers van de Nederlands-Belgische grens als bestuurder aantroffen de ons welbekende Fons Ruiter zonder beroep die wij vervolgens aanhielden op het vermoeden van poging tot frauduleuze uitvoer van grote partijen boter aan Belgen in de betreffende vrachtwagen. Bij inspectie van deze vrachtwagen werd echter geen boter maar vuurwapens en munitie aangetroffen. Gezien de ernst van dit misdrijf werd besloten tot een confrontatie, dit te meer daarvoor noemde Ruiter verdacht wordt van poging tot moord respectievelijk, doodslag respectievelijk ernstige mishandeling jegens twee ambtenaren van de Belgische Rijkswacht. Hiertoe werd contact gezocht met de procureur des Konings te Gent, opdat Nederlandse opsporingsambtenaren gezamenlijk met hun Belgische collega's verdachten aan een verhoor onderwerpen. Tezamen met enkele hierna te noemen verdachten die in Nederland en in België gearresteerd werden in verband met voornoemde overtreding van de vuurwapenwet, waarop in overleg tussen de dienst ter invoerrecht en accijnzen en voornoemde procureur tot deze confrontatie gesloten werd. Hé, niet stop hier, doorrijden! Grens aan de provinciale weg van Axel naar Sint-Niklaas. Oh, gebeurt er? Ga even door! Wacht aan! Ah. In de wagen. Vlug. Ontzettend snel, schat.
André? C'est votre voiture en bas? La voiture blanche. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Elle est sur le trottoir. Vous savez, monsieur, ce n'est pas la Hollande ici. Je viens. D'accord. Mais vite alors. Descendez, vite.